Een bijzondere carrière-switch voor Henk Krol. De voormalig 50-plus partijleider lijkt in de voetsporen van Martin Meiland te treden. Tekst gaat verder onder advertentie. Krol is nog maar net uit de Kamer vertrokken vanwege te weinig kiezers, maar heeft alweer wilde toekomstplannen. De politicus gaat het over een compleet andere boeg gooien. Bij Tent Breakfast aan Privé vertelt de 71-jarige Krol dat zijn plannen om een bed en breakfast op te richten steeds concreter zijn geworden. Hij kocht voor bijna 1 miljoen een B&B in de buurt van Eindhoven, geen heen en weer gevliegd naar verre oorden. Heerlijk. Want, neem nou Spanje, daar willen de autoriteiten wel eens vervelend en traag werken, zo zien we immers in bijna alle afleveringen van Ik Vertrek. Die ellende blijft ons nu bespaard, want de gemeente Best werkt nu al fantastisch mee aan de totstandkoming van onze B&B. Net als Martin Meiland is Krol al benaderd voor een reality-show rondom de B&B. Het is de bedoeling dat ik daar bekendheden ga ontvangen en interviewen. De opzet is een soort Villa Velderhof. Die plannen zijn we nu aan het uitwerken, daar gaan jullie later meer over horen. Een glansrijke televisiecarrière dus voor de voormalig 50-plus leider. Met welke producent Krol contact heeft wil hij nog niet loslaten. Bekijk hier de foto's van de B&B Let's Blok ADS.